Oké, daar zijn we weer. Actieve flow. We beginnen staand. Voeten even breedte, grote tenen iets naar elkaar. Schouders, grote schouderrol omhoog en naar achter. En dan stuur je kruin een beetje op. Ontspan je armen langs je. En sluit heel even je ogen. Voel heel even na hoe je staat. Creëer lengte over de wervels in je rug, in je nek. Stuur je kruin een beetje op. Ontspan in je armen. Knieën van het slot. Voeten goed gegrond. Van je kleine naar je grote teen. Binnen buitenzijde van je voet naar je hiel. Koor een beetje actiever. Navel iets naar binnen. Bekkenmandels actiever. Voel heel even na. Misschien wieg je een beetje heen en weer omdat je je ogen hebt gesloten. Observeer even hoe je ademhaalt. En dan adem een keer rustig maar diep in door je neus. Geef het weg met een zucht. Inademend ruimte naar de top van je borst. Uitademend land een beetje meer. Laat een beetje meer los. Ontspan, maar hou wel kracht om mooi rechtop te blijven staan. Inademend laatste keer. Langzaam ruimte naar die top van je borst. En uitademend laat weer rustig los. Even alles los, wat je los wil en kunt laten. En dan open je rustig je ogen. Inademend, buig je benen, zwaai je armen langs je oren hoog. En dan neem je armen zijwaarts, flat back, vrije val, helemaal door naar beneden. Buig onderweg je benen, plaats je handen in de punten van de mat. En stap rustig terug naar achter in een down dog. Die rustig overgaat in die walking dog. Om de beurt hielen achterzijde van de mat. Rol naar rechter, rol naar linker tenen. Buig iets meer in rechter linkerbeen als dat goed voelt. Kijk iets onder je oksel door. Naar links, naar rechts. Breng de beweging rustig tot stilstand in het midden. Inademend, lift je rechterbeen. Three legged dog, heupen samen. Uitademend, zwaai naar de voorzijde van de mat tussen je beide handen in. Laat je linker die landen achter rechts. Neem je rechter elleboog op je knie. Neem je linkerarm langs je schouder op en kijk hem na. Open mooi mee naar die linkerkant. Niet hangen met je rechter elleboog op je knie. Valt je linkerarm naar achter, neem je rechter elleboog van je knie en rijk omhoog. Warrior 2. Rijk naar voren met die rechterhand, rijk bij je vandaan met links. Core actief, niet hangend in je houding. Gaan we door in de beweging. Inademend, armen langs je oren hoog. Lift, kijk naar links. Uitademend, buig voorste been, kijk over rechts. Inademend, lift, maak je langer, nog iets langer. Uitademend, buig, rijk en kijk weer over rechts. Inademend, lift, maak lang. En uitademend, land rustig terug. Gaat die linkerhand onderlangs, lift je linkerhiel. En dan buig een beetje in dat linkerbeen, neem je armen langs je oren hoog. En dan buig echt een beetje meer in dat achterste been, buig iets meer in het voorste been. Schouders mooi zacht, koor goed actief. Niet te ver met je borst naar voren, blijf met je gewicht in het midden. Inademend lift, strek beide benen. Uitademend, buig voorste been, buig achterste been. Inademend, strek achterste been, lift op. Uitademend, buig voorste, buig achterste. Inademend lift, strek achterste, strek voorste. Uitademend, buig. Laatste keer, maak je weer lang. Strek op, maak je nog iets langer. Uitademend, buig voorste en hou dan die linkerknie zwevend. Hou die koor goed actief. Blijf mooi zacht in die schouders. Hou het gewicht in het midden. En dan strek je alleen dat achterste been. Voorste been blijft gebogen. Gaat je linkerhand naar de buitenkant van je rechterknie. En je rechterhand landt helemaal op de achterzijde van de buitenkant van je linkerbeen. En dan twist je mee open naar die rechterkant. Hou die koor goed actief. Blijf zacht in die schouders. Voelt het goed? Kan je linkerarm ook nog over je hoofd heen. En dan rijk je nog iets meer naar achter bij je vandaan. Grote ratslag. Beide armen naar de voorzijde van de mat. Over je hoofd heen. Laat ze landen in de mat. En stap je rechtervoet terug naar achter. Down dog, walking dog. Mee door een wilde vinyasa. Inademend, rijk kruin naar voren. Duw hielen naar achter. Uitademend, laat je knieën landen, ellebogen langs flanken, buikborst, neus over de mat. Inademend, lift weg, cobra pose. Uitademend, buikborst, neus in de mat. Inademend, omhoog, actief naar handen en knieën, tenen in de mat. Uitademend, stap weer terug, down dog. Voel even na.
Inademend, lift linkerbeen. Three legged dog, heupen mooi samen. Uitademend, stappen met een zachte landing tussen die beide handen in. Rechterhiel landt achter links. Linker elleboog op je knie. Rechterarm langs die schouder op. Kijk hem na. Open, buig mooi naar het voorste been. Blijf mooi zacht in die schouders. Kijk op als het goed voelt. Langs die rechterarm omhoog. Meer zijwaarts. Binding pose, achter je rug langs. Met die rechterhand naar dat linkerbeen. Als die ruimte er is en dat voelt goed. En dan kun je nog steeds iets meer opkijken. En vanuit hier bouw je hem dan rustig op. Terug naar die Virabhadrasana. Rechterarm valt naar achter, linker komt op. Kijk over die linkerhand, land. Opnieuw tussen die beide benen in. Core goed actief. Vanuit hier ook door in die beweging. Inademend, armen langs je oren hoog. Kijk naar rechts. Uitademend, buig voorste been. Kijk over links. Inademend, lift. Maak je langer. Nog iets langer. Uitademend, land weer terug. Rijk en kijk over links. Inademend, lift. Maak je lang. Nog iets langer. En uitademend, land weer terug. Gaat die rechterhand langs die heup. Lift die rechterhiel. Buig dat rechterbeen. Breng je armen langs je oren hoog. Breng het gewicht terug in het midden. Buig in voorste been, gronding voorste voet. Inademend, strek achterste been, strek voorste been. Uitademend, buig voorste been, buig achterste been. Inademend, lift, strek op, maak lang. Uitademend, buig links, buig rechts. Inademend, lift, strek rechts, strek links. Uitademend, buig, buig naar beneden. Laatste keer lift, misschien was dit er eentje te veel. En uitademend, langzaam door naar beneden. Rechterknie blijft laag. Blijf zacht in je schouders, hou het gewicht mooi in het midden. Breng je rechterhand naar de buitenkant van je linkerknie. En zwaai je linkerarm helemaal achter je rug langs. En dan rijken, kijk je een beetje meer zijwaarts. Open in je schouders, open in je borst. Maak je lang en nog iets langer. Core goed actief. Radslag beide armen over je hoofd heen. Terug in de mat. Stap je linkervoet terug naar rechts. Down dog, walking dog. Gevolgd door weer die Vinyasa vel. Inademend, rij kruin naar voor. Duw hielen naar achter. Plank pose. Uitademend, knieën in de mat. Ellebogen, buikborst, neus naar de mat. Lift weg, cobra pose. Up dog. Uitademend, buikborst, neus naar de mat. Inademend, lift omhoog. Naar handen en knieën, tenen in de mat. Uitademend, stap terug. Down dog. Voel heel even na. Inademend, lift rechterbeen. Three legged dog, heupen samen. Of naar die down dog split. Maak je lang en nog iets langer. Hou die core goed actief. Blijf rustig in en langzaam uitademen. Zwaai met een grote zwaai. Die hele rechtervoet naar de voorzijde van de mat. Inademend, kijk iets op. En uitademend, lift je heupen als een blokje omhoog en naar achter. Achterste hiel blijft goed gelift. Misschien gaan je rechtertenen wel mee. Loop je mee een beetje naar die linkervoet. Vouw iets over dat rechterbeen heen. En vanuit hier loop je met je handen misschien weer terug naar voren. Grond je rechtervoet, buig je rechterbeen. Inademend met weer armen langs je oren hoog. Hoge hardloper. Strek het achterste been, buig het voorste been. Inademend verleng. Uitademend handen voor je borst en twist. Linker elleboog, buitenkant, rechterknie. Duimen naar je hartgebied, kijk je iets meer zijwaarts. Elleboog langs je flank of je opent weer in je armen als die ruimte er is en dat voelt goed. Beide handen weer rustig terug voor je borst. Zwaai weer langzaam terug naar het midden. Breng je beide handen onder of naast de weerskanten van die rechtervoet en lift dat linkerbeen. Loop met je handen buiten de mat, heb je even iets meer balans. Neus wijzen naar beneden, linker tenen wijzen naar beneden. Core is goed actief, bouw hem rustig op, standing stick. Warrior 3, stuur je kruinen voor, lift dat linkerbeen. Hou die core goed actief. Laat je beide handen rustig terug landen, kijk naar die linkervoet. Laat die landen ver bij je vandaan, loop je beide handen terug naar rechts. Stap rechts, terug naar links. Down dog, walking dog, Vinyasa flow. Of misschien een Chaturanga Dandasana. Dan rol je naar voren. Dan zweef je over de mat heen. Richting een up dog. En dan langzaam weer terug afbouwend naar een down dog. Dus voel heel even na. Rustig via handen en knieën en plank pose is ook altijd helemaal goed.
En dan lift je op een inademing dat linkerbeen. Three-legged dog of down dog split. Dan open je weer in dat linkerbeen. Misschien kijk je weer iets onder die oksel door. Zacht in die schouders. Rechterknie niet helemaal op slot. Met een grote zwaai landt die linkervoet weer tussen die handen in richting de voorzijde van de mat. Kijk iets op als je inademt. Uitadem het heup als een blokje omhoog en naar achter. Sta je te wijd met die rechtervoet, kleinere pas naar voor. Adem je buik naar je been. Je neus richting knie of scheen. Achterste hiel goed gelift. Lift weg bij dat linkerbeen en hou lengte over de wervels in je rug en nek. Of vouw richting dat linkerbeen. Dus kijk wat beter voelt, beter past. En vanuit hier buig je je linkerbeen weer in lijn. En zwaai je armen langs je oren hoog. Hoge hartklapper. Core is goed actief. Inadem het strek op, maak je lang. Uitadem, ik breng je handen voor je borst en twist. Rechter elleboog buitenkant, linkerknie. Twist mee open. En dan blijf je misschien hier in die twist. Kijk je zijwaarts of over die linkerschouder naar achter. Blijf je rustig in- en uitademen. En dan neem je je twist weer langzaam mee naar de voorzijde van de mat. Laat je je handen weer landen onder schouders, naast je voet. En dan lift je krachtig dat rechterbeen. Loop je handen uit de mat. De rechtertenen wijzen naar beneden. En voelt die standing stick hier niet prettig, dan hou je je handen lekker onder die schouders. Of misschien open je hier in een heup. Kijk even na wat beter voelt. Hou die core goed actief. Hou dat rechterbeen goed gelift. Stuur je kruin naar voren. Kijk naar die rechtertenen. Laat die landen ver bij je vandaan. Handen terug op de mat naast links. Links stap terug naast rechts. Down dog, walking dog. En vanuit hier gaan we niet door een vinyasa, maar we gaan naar een hoge plank, een zijwaartse plank, opbouwend naar een wild thing. Dus inademend stuur je kruin naar voor, duw je hielen naar achter. Core blijft goed actief. Heupen niet naar die mat, hou ze actief iets bij die mat vandaan. Zijwaartse plank, opening eerst naar links. Dus die rechterhand gaat in de mat, beide voeten boven op elkaar, linkerhand lift, rijk op. Kijk zijwaarts, kijk hem na. Stap je linkervoet achter je rechterhiel. Draai je buik, je borst, je hartgebied open. En kijk misschien die linkerhand na. Hou die core goed actief. Langzaam zwaai je linkerhand weer terug in de mat. Linkervoet over rechterbeen. En eindig je weer in die plankpose. Core goed actief. Neus naar beneden, kruin naar voren. En dan openen we nu zijwaartse plank naar rechts. Dus linkerhand in het midden van de mat. Zijkant van je voet in de mat. Rechtervoet bovenop links. Heupen mooi in één lijn. Heupen mooi hoog. Alsof er dat touwtje aan zit. Richting het plafond. En dan stap je je rechtervoet achter die linkerhiel. Draai je buik. Je heupen open. Lift je hartgebied op. Kijk je rechterhand na. Gaat die nog steeds goed, Ilian? En langzaam terug. Rechterhand in de mat. Rechts over links. Terug naar die plankpose. Stuur je kruin naar voren, duw je hielen naar achter. En dan gaan we vanuit hier naar een lage plank. Dus breng je rechter onderarm in de mat. Breng je linker onderarm in de mat. Stuur je kruin nog steeds naar voren, duw je hielen nog steeds naar achter. Billen niet omhoog. Het is niet een soort van dolfenpoos. Laat die heupen mooi iets meer naar de mat komen. Rechtervingers wijzen naar de voorzijde van de mat. Kom langzaam door naar je rechter onderarm. En dan neem je je linkerhand uit de mat. En die neem je onder je rechter oksel door. En dan kijk je schuin iets naar die linkerpunt van je mat. En dan wil die linkerarm onder die oksel door. En die heupen blijven mooi in één lijn. Stuur je kruin naar voren. Plaats langzaam die linker onderarm in de mat. Breng je heupen weer richting de mat. En kom langzaam door naar die linkerkant. Heupen weer in één lijn. Voeten het liefst weer in één lijn. Rechterhand weer uit die mat. Nu onder de linker oksel door. Niet smokkelen met die linker vingers. Meer naar binnen. Kijk schuin voor je uit. Rechterpunt van de mat. Maak je klein. Breng die rechterarm onder die oksel door. En hou die heupen in één lijn. Breng je rechteronderarm weer terug in de mat. Stuur je kruin naar voren. Duw je hielen naar achter. En langzaam breng je je heupen meer naar beneden. Core blijft actief. Bescherm je rug. Schenen wreven in de mat. Glijden je handen tot naast je borst. En rol rustig helemaal omhoog. Naar handen, naar knieën. Beweeg door je houding heen richting down dog.
walking dog, even navoelend door je lijf heen. Peddelend met je hielen, navoelend, observerend. En vanuit daar rol je naar je tenen, buig je naar je benen, kijk je naar je handen en loop je met je handen naar je voeten. Hou je hielen hoog. Laat je hielen pas landen als je handen in de buurt van je voeten zijn. Rol omhoog, werven voor werven. Koor actief. Schouders groot, schouderrol omhoog en naar achter. Buig je benen, zwaai je armen langs je oren hoog. En breng je handen voor je borst weer naar beneden. Rol af, knieën van het slot. Plaats je handen voor je voeten. Laat je voeten staan en loop nu met je handen bij je voeten vandaan. En eindig weer terug in die duimbroek. Peddelend met je hielen. Inademend lift je rechterbeen. Three legged dog of down dog split. En uitademend stap je je hele rechtervoet voorzijde van de mat. Linkerhiel grond achter rechts. De stenen wijzen zijwaarts. Strek je hele rechterbeen. Gaat je rechterhand of naar je scheen. Je linkerarm langs je schouder. En dan kijk je mee open. Trikonasana. Niet op slot staand. In die rechterknie. Rechterhand meer naar beneden. Koor actief. Rijk omhoog. Voel even na. Vanuit hier naar een twisted Trikonasana. Linkerhand langs die heup naar beneden. Laat hem landen aan de binnenkant van die rechtervoet. Buig desnoods je rechterbeen als dat beter voelt. En dan gaat die rechterarm langs die schouder op. Heb je ruimte, dan strek je dat hele rechterbeen weer mee. Draai je heupen weer iets meer naar de achterzijde van de mat. Lift je hartgebied weer iets op en kijk nu die rechterhand na. Hou die core nog steeds goed actief. Rechterhand met een grote zwaai terug in de mat. Buig iets meer in je voorste been. Lift je linkerhiel. Zet iets af met linkertenen. En stap je linkervoet naast die rechter. En dan rol je omhoog. Breng je gewicht in rechts. En neem je linkerbeen mee omhoog uit de mat. Of neem hem mee omhoog als je staat. En dan draai je even een rondje met die linkervoet. Gaan we naar een tree pose. Linkervoet gaat naar de binnenbovenzijde van je rechterbeen. Duimen gaan richting je hartgebied. Zacht in je schouders. Hou die core goed actief. En wil je verder door, dan kun je met je linkerhand naar je linkervoet. En dan maak je je nog iets groter. En dan reik je op en dan kijk je op. Opening in je heup, opening in die schouder. En langzaamaan bouw je hem weer rustig terug af. En dan neem je die linkerknie weer terug naar je borst. Je duimen weer richting je borst. En dan strek je dat hele linkerbeen naar achter bij je vandaan. Kantel in het bekken. Verleng, verleng, verleng. Maak nog langer. Laat je handen weer landen onder die schouders. Kijk naar de linkervoet. Laat die landen ver bij je vandaan. Handen terug op de mat naast rechts. Rechts terug naast links. Down dog, walking dog. Vinyasa flow. Als er ruimte is en anders blijf je peddelen. Rijk je kruinen voor. Duw je hielen naar achter. Plank pose. Knieën in de mat. Ellebogen langs flanken. Buik, borst, neus over de mat. Lift weg, cobra pose. Uitademend, buik, borst, neus in de mat. Inademend omhoog, naar handen en knieën, tenen in de mat. Uitademend, stap weer terug, down dog. En dan gaan we vanuit hier diezelfde sequence doen, andere kant. Inademend, lift linkerbeen. Three legged dog, down dog split. Mag ook altijd buigen in dat linkerbeen, als dat beter voelt in knie of heup. Linkervoet zwaait, met een grote zwaai. Zachte landing tussen die handen in. Grond die rechterhiel achter links. Gaan we naar die Trikonasana. Of een gestrekt been langzaam met links. Linkerhand op je scheen, die wreef. Of achter je linkervoet. En dan rijk omhoog met die rechterhand. Maak je weer lang. Navel iets naar binnen. Zoek alle ruimte die er is. Sla voorste knie niet op slot. Hou die core goed actief. Blijf zacht in die schouders. Twist de Trikonasana. Rechterhand langs je heup naar beneden. Buig misschien eerst je linkerbeen. Rechterhand landt in de mat. Linkerhand komt uit de mat. Met gebogen linkerbeen of gestrekt linkerbeen. Heupen weer iets meer naar achter. Staand op die benen. Koor goed actief. Niet hangend naar die rechterarm. Zacht in die schouders. Vanuit hier. Linkerhand via die heup weer terug naar beneden. Buig iets in dat linkerbeen. Draai rechtertenen in de mat. Buig iets in het rechterbeen en lift hem op omhoog. En stap hem rustig terug in de mat naast die linkervoet. En vanuit daar rol je dan omhoog. Gewicht gaat naar links. Neem je rechterbeen mee. Hou die core goed actief. Blijf mooi zacht in die schouders. Draai een rondje met die rechtervoet.
Tree pose, rechtervoet, binnenkant linkerbeen. Dus breng die voet naar die binnenkant. Niet te hard duwen, blijf zacht in die schouders. Hou die core goed actief. Grond goed naar die linkervoet. Of open ook hier. Misschien breng je je rechterhand wel naar je rechterknie. Je linkerarm zijwaarts. Of langs je oor hoog. Of draai je een rondje als dat beter voelt. En dan gaan we die ook weer rustig terug afbouwen met je handen voor je borst. Je rechterknie komt weer naar voren. Afbouwen het weer naar die standing stick. Dus buig in dat linkerbeen. Strek dat hele rechterbeen naar achterbij vandaan. Maak je lang. Hou je core goed actief. Lift weg bij de grond. En laat je handen langzaam landen onder die schouders. Kijk naar de rechtervoet. Laat landen. Stap je linkervoet naar achter. Handen weer meer iets terug op de mat. Walking dog, down dog. Gaan we vanuit hier naar de dolphin pose. Dus je brengt je beide onderarmen richting de mat. En dan maak je een kommetje van je handen. Je lift je heupen mooi hoog. Je voeten blijven heupbreedte. Je tenen wijzen naar je ellebogen. Kijk naar je tenen of iets meer tussen je ellebogen met de mat. Lengte over de wervels in je rug. Zacht in je schouders. Inademend lift dat rechterbeen. Three-legged dog, heupen samen of down dog split. Alsof je op je onderarmen wil gaan staan. Met een grote zwaai gaat je rechtervoet weer rustig terug in de mat. Naast links. En dan lift je je linkerbeen. Three-legged dog, heupen samen. Of open ook aan deze kant. Richt in die down dog split. Maak je groot. Open nog meer. Laat langzaam die linkervoet weer rustig terug landen. Naast rechts. En dan gaan we naar een klein beetje core nog. Klein beetje power. Inademend. Neem je hoofd tussen je armen. En dan raak je misschien met je kin je duimen aan. En uitademend. Kijk je weer naar achter. Kruip naar de grond. Kijk naar je teen. Inademend. Kin naar je duimen. Of over je handen heen naar de mat. Rustig terug omhoog. Kruip naar beneden. Kijk naar je tenen. Laatste keer. Kin richting die duimen. Of er overheen naar de mat. En weer rustig terug omhoog. En uit. Laat je knieën rustig landen. Ga je heupen naar je hielen. En dan glijden je handen even voor je uit. Richting een actieve child's pose. En dan voel je even naar door je lijf heen. In- en uitademend. Door je neus. Als je in- en uitademt door je mond. Dan krijg je misschien weer de controle. Over die in- en uitademing. Even navoelend. En vanuit hier kijk je iets op. Rol met een ronde rug richting je handen. En dan zwaai je je voeten een beetje naar de rechterkant. Loop je met je handen een beetje naar je knie. Laat je heupen rustig landen. En dan rol je heel langzaam een klein beetje meer terug naar het midden van de mat. En dan neem je je knieën naar je borst. Tenen wijzen mooi op. Enkels samen. Core is nog steeds goed actief. Blijf hier als het voldoende is. Neem je onderarmen en langs je onderbenen als dat beter voelt. Of maak hem eerst even wat langer. En strek misschien ook je beide benen als dat goed voelt. En dan gaan we een klein beetje meer rollen. Je strekt je benen naar de rechterpunt van je mat. Je brengt je rechter schouder een beetje meer naar de rechterpunt van je mat. Dan kom je weer rustig terug naar het midden. En dan rol je rustig door naar links. Lift je knieën richting dat hartgebied. En rol door naar rechts. Lift je knieën richting dat hartgebied. En rol door naar links. Lift je knieën naar je hart. En rol door naar rechts. Hey, volgens mij hebben we de swing te pakken. En rol door naar links. Lift terug in het midden. Rol door naar rechts. Lift in het midden. En nu wordt die zwaarder. Rol door naar links. Lift, blijf ademen. Rol door naar rechts. Lift, blijf ademen. Rol door naar links. Laatste keer. Klein beetje uitdaging. Blijf ademen. En laatste keer helemaal door naar links. En rustig terug. Breng je handen even naar je kuit. Of loop helemaal met je handen naar je enkels. En maak je lang of hou je knieën lekker gebogen. Core goed actief. Zacht in die schouders. En langzaam laat je dan je voeten landen. Ga je handen achter je heupen. En dan lift je je heupen door je grond, de gronden in je voeten en je handen. Neus wijst iets op. Gewicht even. Beetje heen en weer wiegend. Laat je hoofd niet hangen. Breng je kin naar je borst. Laat je heupen rustig landen terug. En dan kruis je bij je enkels. Rechts naar links.
Links misschien richting die halve lotus. Kom je rustig aan zitten. Laat je handen landen op je knieën bovenbenen. Verleng je over de wervels in je rug, in je nek. Voel je je lijf heel even na. En na voor hoe warm je het misschien hebt. Je hartslag misschien nu nog wat sneller gaat. En langzaamaan, het zal je verbazen hoe snel het weer wat rustiger wordt. Kun je de practice weer opnieuw doen. Lig een beetje heen en weer. Voel even na. Op een inademing neem je armen langs je oren hoog. Breng boven je hoofd je handen samen. En eindig rustig terug met handen en knieën naar je borst. Duimen naar je borstbeen, hart daarachter. Buig je hoofd naar je hart. Adem je nog één keer rustig maar diep in door je neus. En geef je het weg met een zucht door je mond. Dank jullie wel voor het samen doen van deze actieve flow. Blijf lief voor je lijf. Zorg goed voor jezelf en elkaar. Namaste. En als je dan zover bent, dan rol je rustig terug omhoog. Gaat je kruin weer iets op. En open je als laatste je ogen. Dankjewel. Dankjewel, Eliane. Veel water drinken, want we hebben als het goed is best wel even wat gezweet. Bye bye, tot de volgende keer.